Dezo blijft meedoen in titelstrijd. Lira neemt koppositie over van Wateringseveld Kranenburg. En Tak 90 loopt verder uit ondanks gelijkspel. Dit en meer dadelijk na de reclame als we gaan terugblikken op het zaterdag en zondag voetbal in de tweede klasse en lager. Asta Casino op het Spui 27 in Den Haag is vanaf nu 24 uur per dag geopend. Het gezelligste casino van Den Haag en omstreken. Speelbewust 18 plus. Welkom bij Sir Winston. Een bijzondere gebeurtenis, een drankje op het terras of heerlijk bij ons dineren. Tot ziens bij Grand Café De Halve Maan naast Casino Rijswijk. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal Weekend. We gaan terugblikken op het zaterdag en zondag voetbal in de tweede klasse en lager. We beginnen op zaterdag en wel in de tweede klasse C. Daar moest de koploper Voorschoten op bezoek bij Dokkos. Ik mag wel spreken van een leuke derby. Ja, ze kwamen daar André Laurens met zijn ploeg met de hak over de slootweg. Ja, op zich was dat niet nodig. Tegen nummer voorlaatst kwamen ze toch nog op 4-2 voorsprong. Maar ze maakten zichzelf moeilijk door Dokkos eigenlijk die aansluitingstreffer te laten maken. En met 4-3 moesten ze hem over de streep trekken. Ja, en UVS en DSO blijven goed volgen. Dus met hun drieën staan ze bovenaan aan de lijst om uit te maken wie de kampioen gaat worden. Ja, die drie gaan het zeker uitmaken. Want DSO, ja, dat speelde dan thuis op Sportpark Bentwoud tegen RCL. Daar was de oude trainer werkzaam, Faisal Soekhai. Maar ja, duidelijke overwinning voor DSO. Ja, ze zitten gewoon een hele goede serie. En wat jullie al zeggen, ik ga tussen deze drie ploegen. UVS blijft goed volgen. En Voorschoten die ligt nog wel voor. Maar alles is mogelijk daar op dit moment, hoor. En het is wel leuk dat het om drie ploegen gaat. En bijzonder knap van DSO dat ze zo terughouden. Toch een matige competitiestart. Zeker. Zijn toch mooi teruggekomen en zij springt levend weer. Ja, overigens, slecht weer was het. En als je ook de foto zien bij DSO, weet je dat dat Bentwoud, als het daar is, het natuurlijk helemaal spookt het helemaal. Die spelers moesten op een gegeven ogenblik hard rennen, gingen naar de zijkant en probeerden te schuilen achter de reclameborden. Dat kan spoken daar natuurlijk. Ja, het is helemaal open. Ik denk niet alleen daar. Ik ben zaterdag en zondag naar een wedstrijd geweest, jij ook. Ja. Maar ik denk dat het op alle velden zaterdag en zondag gespookt heeft. Ja, maar het is daar natuurlijk heel open. Nou, als dan die hagel, dan weet je niet waar het zoeken moet. Dat is helemaal verschrikkelijk. Goed, SVC 08 speelde thuis tegen HVC 10. Ja, wat dan opvalt, dat SVC eigenlijk heel simpel die wedstrijd wint met nog liefst 4-0. Ja, en wat dat betreft is HVC 10 is eigenlijk wel heel erg wisselvallig. Ja, die winnen 3 weken geleden van DSO met 3-0. Ja. En de week erop verliezen ze met 5-0 van UVS en ze verliezen nu met 4-0 van SVC. Ongelooflijk. 08. Ja, en onbegrijpelijk, want die haken gewoon af. Dus ja, dat is ze eigenlijk niet meer voor de titel mee konden doen. Ja. Nou, en bij SVC 08 hebben ze het aardig weer op de rails gekregen naar een goede dip. Een verschrikkelijk goede start in het begin van het seizoen gehad. Nou, toen een aantal wedstrijden gewoon helemaal van het padje af. Ja, en ik denk dat zeker nu na de winter Michael Ross daar weer een rol van betekenis speelt. Dat ook in hun voordeel werkt. En Thomas Jutsch die schiet er gewoon afgelopen zaterdag drie in. Zeker. En ja, ik denk dat SVC 08 haar pijlen kan gaan richten op de derde periode. Want die zijn nu met een goede serie bezig. Zeker. En dit was de eerste wedstrijd in die derde periode. Is een kleine droomstart met een goed doelsaldo. Dat is in ieder geval lekker punten beginnen, zeker. En krijgen volgend jaar die niet komt terug en dergelijke. Ja. En nog een speler. Dus ja, eentje van Nooddorp. Ja, je bent zijn naam even kwijt. Maar die is wel nu bij Nooddorp. Ja. Plat. Ja. Plat. Monster dat speelde op Polanen tegen Soccer Boys. Ja, die leverde daar hele dure punten in de ploeg van Robin Knoester. Ja, en ze hebben die punten nog echt hard nodig. Anders zijn ze daar met de PD-plaatsen moeten gaan spelen als ze niet uitkijken. Ze hebben 18 punten en er staat er nog één met 18. Ik weet niet hoe precies de degradatieregeling is. Maar het zijn toch hele dure punten die ze laten liggen. En ja, het zijn toch de laatste weken wat het al, hè? Want normaal gesproken in het verleden was Monster door een ploeg die op eigen veld dat het moeilijk te kloppen is. En dat, Dit jaar al vaker verloren, hoor, thuis in zijn eigen huis.
Goed, tweede klasse D dan. Gaan we even kijken. Daar zit één ploeg uit de regio in. Dat is Vitesse Delft. Ging in Rotterdam op bezoek bij Alexandria 66. Ja, en dan wordt er afgesloten met 1-1. En dan denk ik dat dat voor John Haar en zijn mannen een teleurstellend resultaat is. Ja, aan de ene kant ze zijn iets aan de betere hand natuurlijk in Vitesse Delft de laatste wedstrijden. Aan de ene kant is dat misschien teleurstellend, maar aan de andere kant is het wel zo dat ze Alexandria nu wel op 6 punten houden. Ja. En goed, zouden ze hem verliezen, dan is de achterstand natuurlijk voorsprong allemaal 3 punten. Dan is het een belangrijk resultaat, ja. Dus het was die ploeg die onderste staat, die houden ze toch op het juiste aantal punten. En ze mochten van geluk spreken dat hun doelman, die komt uit Eritrea geloof ik. Hij is nog een brievenzoen even bij Lakertier geweest, maar daar uiteindelijk niet gebleven. Ja, hij luistert naar exotische naam Kawa Hisso. Dus, ja, mooie naam. Ja, goed, hij schijnt goed een keer in de koep inderdaad, want hij pakte die strafschop. Strafschop, dus, ja. Wat dat betreft... Kawa Hisso, zei je? Kawa Hisso. Geen Kama Sutra. We gaan gewoon verder, René, want we zijn toebeland aan de derde klasse A. Daar zijn we trouwens thuis voor, René. Ja, BSC 68, dat speelde thuis tegen CVC Reewijk. Ze pakken een puntje, maar ja, het is weer te weinig als je ziet dat NSV ook wint van Blauw-Zwart. Ja, die winnen natuurlijk en ze staan maar 4 punten nog maar voor eigenlijk en met de wedstrijd meer gespeeld. Dus ja, dat NSV weet, dat kan misschien rare sprongen gaan maken en dan komen ze toch echt helemaal in de zorgen. Nou, maar BSC zit al in de zorgen, ja, natuurlijk, is dan gewoon stijf onderaan. Ja, goed, maar ze hadden het moeten dichten, dat gaatje. Ja. DWO, ja, dat zit ook nog steeds in de problemen. De ploeg waar Richard Urg het eind van het seizoen stopt. Spelen weliswaar tegen de koploper. Dus dan is 1-2 nog niet zo'n slecht resultaat. Maar ja, je hebt er niet veel, want je staat gewoon met lege handen. Ja, bij 2-0 achterstand maakt ze dan toch nog de aansluitingstreffer. Maar het is te weinig voor de ploeg van Richard Urgert. En ja, goed, ze staan nu 6 punten achter. Want ze zagen Zwammerdam uiteindelijk als hun directe concurrent op die PD-plaats. Zagen ze wel winnen. Dus ja. Die achterstand is nu opgelopen naar 6 punten. Ze hebben wel een wedstrijd minder gespeeld. Maar ja, goed, het had er beter uit kunnen zien. Dus net te weinig. Maar ja, tegen de koploper is het acceptabel. Maar niemand koopt er wat voor. Je krijgt er geen punten voor. En dat is jammer. Ploeg die wel een regelmatige overwinning pakt in die klasse was DSVP. Dat stuurde Nieuwkoop naar huis toe met een regelmatige 4-2 nederlaag. Ja, maar we hebben het de vorige keer over. Die gaan gewoon een mooie 6e plaats. Spelen het seizoen kleurloos uit eigenlijk. Maar het is gewoon prima natuurlijk dat ze dat soort wedstrijdjes winnen. Ja, goed. Derde klasse B. Daar stond natuurlijk wel een aardige top op het programma. Wateringsveld-Kranenburg op eigen veld tegen Lira. Destijds in het Westland werd het nog een hele ruime zege voor... Abbenhuis, ja, het was in ieder geval een hele ruime zegen. 9-1. Maar nu ging Lira er gewoon, laten we zeggen, de tweede helft, bij rust was nog 0-0, met een knappe 0-3 winst vandoor. Ja, en volkomen terecht. En Lira was gewoon fitter, feller. En die hadden meer inhoud op dit veld. Heel zwaar veld, vanwege het regenbui en sterker met de wind. Ik was bij die wedstrijd aanwezig, maar ik heb wel geteld 20 minuten buiten gestaan. Want je kon daar ook niet veel schuilen, dus ik ben eigenlijk snel naar binnen gegaan, nog een beetje achter het raam kunnen kijken. Maar ja goed, ook Albuis gaf toe dat de overwinning van Lira volkomen verdiend was. En die hebben revanche gehaald voor die grote. Hoe gaat het dadelijk aflopen natuurlijk? Heel veel mensen hebben wel eens gezegd van nou, Lira is fitter, die gaat misschien op de long run. Het is iedere keer stuivertje wisselen, want ze laten allebei langs de punten liggen. Ja. Gaan we eigenlijk nog wel misschien in de derde ermee heen lopen met de prijs. Nou, dat zou je denken, dat geloof ik niet. Ja, het zou nog kunnen, want KMD en ook Schipluiden. Want Schipluiden, dat speelde dat nu tegen Quicksteps. 4-1. Ze kunnen buiten geen fouten meer maken, want KMD en Schipluiden liggen helemaal op de hoer. Ja, KMD is met een hele goede serie bezig. 1-2 punten achter. Dus misschien best in vorm. Ik denk dat het wordt bijzonder spannend 8 wedstrijden te gaan. 4 ploegen die nog alle 4 kunnen promoveren. Ja, en vooral die ploegen die er achter zitten, zoals Schipluiden en KMD, die blijven altijd een beetje in die lulte zitten. Ja, maar die zijn en die toch komen langzamerhand, die komen ze steeds dichterbij. Ze zeggen wel eens de ploeg die, laten we zeggen, bovenin heb je steeds wat waar te maken. En als je eronder zit, dan ben je wat minder in het zicht en dan sluip je dichterbij. Ze zijn erbij gekomen. Wat ik helemaal wel onbegrijpelijk vond, die wedstrijd begon. En iedereen die zag al van wat moet dat worden. De ene ploeg speelde met een rood shirt en een zwarte broek. En de andere speelde met een oranje shirt, zwarte shirt en een rode broek. Ja, dus het was allemaal rood-zwart. En na 20 minuten kwam die scheidsrechter er ook achter van dit is geen doen. Er gingen pas de shirtjes omhoog. Ja, dat was een foutje van de scheidsrechter. Dat is niet zo best. Wij gaan naar de vierde klasse kijken. En dan, goeiedag voor Ariston 80. Want dat speelde tegen Oosterheem. Ze wonnen. Ja, en de concurrentie liet de punten liggen. Ja, ze kunnen de bloemen bestellen, denk ik. Het staan nu 7 verliespunten minder.
Ja goed, het is gedaan voor de ploeg van Martin de Graaf, denk ik. Wel leuk over de Graaf. Ja, zeker. Dus gaan we weer terug naar de derde klas, want hebben ze eerder hoger al gespeeld. Ja, ja. Dan tenslotte vierde klas D op zaterdag. Ja, allebei de ploegen die bovenin zitten. Zowel Gedia uit bij RWC Celeritas als Loosduinen thuis tegen PGS Vogel. Ja, het was allemaal moeizaam, maar wel drie punten. Ja, ze geven elkaar niks toe. Ze blijven natuurlijk, het blijft spannend, maar wie heeft er langs de adem? Hè? En mijn geld zal zetten, zou ik het toch op Loosduinen gaan doen, denk ik. We gaan het afwachten, want wij gaan van de zaterdag naar de zondag. En in de zondag beginnen we natuurlijk weer in de tweede klasse C. Koploper tak 90, kreeg Teilingen op bezoek. Ja, verspelen wel twee punten. Aan de andere kant, Roback verliest. Het was op zich een goede dag voor tak. Ja, nou, in zoverre een goede tak. De hele club was in mineur en in rouw voor het overlijden van Frank de Veerbaar. En ja, goed, het gelijke spel werd als een overwinning gevierd, begreep ik. En ja, het werd ook aan de man opgedragen. En ze zijn uitgelopen. Ik denk dat het afgelopen weekend dat enigszins bijzaak was. Tak gaat gewoon kampioen worden. En ja, goed, het is jammer dat er een zwart randje aan dit weekend zat. Zeker. Zeker weten. Goed, Laakkwartier, dat speelde thuis tegen FC 33. Ja, het had bijna nog een verlies kunnen zijn. Dan had het best wel vervelend kunnen aflopen. Want dan komt RVC 33 heel dichtbij. Wat dat betreft, mazzel voor Laakkwartier dat ze nog gelijk spelen, denk ik. Een moeizame wedstrijd. Hans en ik waren er ook bij aanwezig. We hebben het gezien. En zoals Dick wil zeggen, Laakkwartier hebben een heel leuk ploegje. Erg jong. Nou, er ontbreekt toch een beetje routine. Ervaringen. En ze komen ook fysiek wat tekort in de duels. En dat RVC, dat speelde best wel aardig. Want die kwamen wonderbaarlijk na de rust op 1-0 en 1-1 of 1-1 en 1-2. Ja, en Laakert die maakte kort voor tijd gelijk een dubieuze goal in die zin. De bal ging erin, maar die ging door het net heen. En dat was die scheidsrechter. Heel jong ventje, 19 jaar. Vloot geweldig goed. En ik moet zeggen, het was wel een terechte 2-2, moet ik zeggen. Goed, dan HVV, dat pakte weer lekker overtuigend de volle buit. In Gouda bij ONA. Tijd geleden, HVV. Dus, in januari voor het laatst gewonnen, geloof ik. Ja, dus wat dat betreft is dat ook wel weer welkom geweest, denk ik. En ja, goed, de vraag is of ze dit doorzetten. Ja, zeker weten. Goed, tweede klasse D moet ik zeggen. Kijken we ook nog eventjes, want daar spelen ook nog wat ploeg uit de regio. Het was een aardige derby. Olivio tegen Wippolder op de Groene Weiten. Ja, en die pakte Olivia gewoon met duidelijke cijfers. 4-1, En Wippolder speelt natuurlijk een heel wisselvallig jaar. Zeker. En Olivia is toch wel vrij standvastig en dat is een mooie overwinning voor ze. Ja. Stond erachter ook in de rust, hè? Dus 1-0 en de tweede helft trekt met 4-1 over de streep. Ja, dat is ook een eindelijk een keer winst voor Olivia in een derby. Ja. Ze schenen dus allemaal te verliezen dit jaar. Ja, dat is opvallend. Dan RKD, dat deed het erg goed bij SVV, want SVV stond tweede. RKD moest winnen om in punten op gelijke hoogte te komen. Dat hebben ze netjes gedaan met 2-3. Ja, dat denk ik zeer zeker. Ik bedoel, het goed herstel. Ze hebben natuurlijk een aantal wisselvallige resultaten gehad na de winterstop. Ja. En nu de laatste twee wedstrijden winnen ze en nu staan ze in een gedeelde tweede plaats. En Corné van Doorn weer voor het eerst op de bank, hè? Oh ja? Ja, hij was weer dusdanig hersteld dat hij weer op de bank kon plaatsnemen. Heel goed om te horen, want dat was toch allemaal eventjes schrikken. Goed, dan kijken we ook nog even in de derde klasse. Daar hebben we natuurlijk voor wat het allemaal nog voorstelt na het besluit van de KNVB. Hoog en laag. Kijk nog even in die pool A hoog. Voorschoten, 2-3 verliest. Dat is het tweede verlies op rij voor Huip van Oostrom-Soerden. Ja, ik denk niet dat ze verwacht hadden dat ze nog op zich zouden kunnen promoveren. Want ze hadden zich ook maar ten nauwe nood geplaatst voor die pool hoog, zeg maar. En nu met twee keer verlies beginnen, dat is gewoon een hele lastige start. En ze zullen ook alle zeilen bij moeten zetten om niet bij die laatste twee te eindigen. Anders moeten ze daar nog promotiewedstrijden spelen om in die derde klas dadelijk eventueel te mogen blijven. Ja. Want zullen ze dat niet redden, dan is het de straf is dan dat ze naar Zuid kunnen of naar West 1. Ja, dat zal West 1 worden. Op zaterdag wordt er al gevoetbald, dus veel keuze hebben zij dan verder niet. Nee. Het is allemaal onduidelijk wat daarmee gaat gebeuren. Juist, dan hebben we Wilhelmus, dat zit in pool B, dat gaat gewoon door. Dat ligt op schema. Dat stond al overtuigend bovenaan in de eerste fase, nu de tweede winst, nu bij Ketel Spaarland. Ja, inderdaad, ze liggen op schema natuurlijk, maar aan de finish worden pas de prijzen uitgereikt. Natuurlijk, hè? Want twee wedstrijden hebben nu gespeeld. Ja. Maar er staan een paar ploegen met 4 punten achter, een stuk of 5. Ja. Zelfs ODB, dat hebben ze pas 2 keer gelijk gespeeld, maar die blijven ook in de race nog, denk ik wel. Ja, maar goed, ODB dat speelde bij HMSH en dat is natuurlijk een tegenvaller. ODB zat er heel goed bij, laten we zeggen, in die eerste fase van die competitie. Nu die tweede fase, pas 2 puntjes, dat valt dan even tegen. Dat zal inderdaad tegenvallen. Ze moesten wel een deel van met 10 man verder. Ik begreep dat Maurice Boefink 2 keer geel kreeg en dus met rood eraf moest.
Ik denk dat ODB gewoon wat boven komt drijven. De bovenste twee promoveren en er zijn nog zat wedstrijden te gaan. En uiteindelijk, de achterstand is ook, Welmers die gaat dan kop met 6 punten. Maar nummer 2 op de 4 en dat staat ODB nu 2 punten op achter. Ja. En ik denk dat ODB dan wel de weg omhoog dadelijk weet te vinden. En wat dat betreft liggen HMSH wel redelijk op koers ook. Ja. En met één verliespartij en één gelijk, of één winstpartij en een gelijk spel gaan ze op 4 punten. En goed, HMSH is toch wel een beetje een ploeg die ook zo langzamerhand omhoog gaat. Volgend seizoen met een paar knappe voetballers erbij. Die waren trouwens allemaal aan het kijken ook gisteren bij die wedstrijd. Ja. Kijken we nog even in die derde klasse laag. Daar hebben we 4 poeltjes. We gaan even snel doorheen. Wik, verlies van Graaf Willem. Voor Graaf Willem de tweede winst op rij. Ja, dat is goed voor zelfvertrouwen voor de komende weken natuurlijk. Ja. Een keurige overwinning. En wie weet wat er nog uit voort kan vloeien. Ja. De pool B, GC Esdo doet het ook goed. Hè? Ook maximale score uit de 2 wedstrijden. Nu wonnen ze in Rotterdam bij DRL. Ja, 2 keer gewonnen. Dus die liggen op schema om wellicht ook in die derde klas dan te blijven. Voor zolang dat nog duurt, totdat ze de derde klas weer eruit opgeven wordt. Ja, in de pool waarin ook HDV en SVH uitkomen. Ja, goed. Ja. Het is voor die ploeg zaak om bovenin te eindigen. Anders gaat dadelijk met de nieuwe KNVB-regels. Moeten er keuzes gemaakt worden? Ja, dan krijg je straf. Hè? Ja, we sluiten af in pool D. Ja, de 2 ploegen gaan daar aan de leiding. V6 en Taurus, allebei gewonnen. Mooi, 2 regioclubs. Ja. En die doen nog volop mee eigenlijk. Dat is wel leuk natuurlijk. Ja. Hè, dat ze dan begint eigenlijk net, maar goed. Ja. Het is wel lekker om zo te beginnen. Zonder meer. Goed. Nou, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Haaglanden Voetbal Weekend. Die problematiek overigens van die zondag 3e en 4e klas komt uitgebreid aan de orde in ons programma Haaglanden Voetbal aan tafel van komende woensdag. René, Hans, weer bedankt voor jullie inbreng. Thuis bedankt voor het kijken en dit programma is er natuurlijk ook weer volgende week. Graag tot dan.